hago la 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 la. Yo, kijk eens en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. We gaan door. Ik ben nog steeds bezig met de transfers en shit. Want ik wil nog een derde spits erbij halen. We hebben er nou twee. In principe twee kan ik mee door. Maar een derde is toch wel op zich chill. Dus laten we daarop houden. Boer hebben we verkocht. Houdoe. Moussa hebben we navig naar gedaan. Ik zag die naam namelijk in de reacties. En toen... toen ben ik erachteraan gegaan. Ik ben een topspeler. Oh ja, dat is Ibarbo. 14 miljoen voor Moussa. Hoi, coach, de komende wedstrijd is belangrijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. En of die wedstrijd belangrijk is. Dat je helemaal goed. Ik moet ook zeggen, in de reacties zijn ook gewoon nog een aantal namen nog steeds populair. Ik heb navig gedaan aan Gregory van der Wiel. Die zag ik er ook bij staan. Eto'o is nog steeds gigantisch populair. Dus ik ga een bot doen. Ik zag één reactie van... Eto'o moet je niet doen. Is oud. Blablabla. Ja. Maar ik geloof nog steeds dat hij goed kan voetballen. En in ieder geval goed genoeg om in de Eredivisie prima mee te komen. Altidor. Volgens mij heb ik trouwens te weinig geboden. Volgens mij vroegen ze 8 miljoen de vorige aflevering. Weet ik niet meer zeker trouwens. Nou ja, maakt niet uit. Luis Adriano heb ik navraag naar gedaan, geloof ik. Of ik heb al een bot gedaan, I don't know. Altidor is er weer bij me. Altidor, ik weet niet of ik hem wil. Ik weet niet of ik hem wil. Hij wordt wel genoemd, maar ik twijfel nog. Moussa, ga ik maar een bot op doen. Hij is iets jonger. Ik ga een bot doen van 6 miljoen ook. Waarom ook niet? I can give it a try. Misschien kan ik hier zelfs Van der Vaart voor ruilen, joh. Waarom ook niet? Toch bezig zijn. Wacht. Van der Vaart zit in die deal met Blind. Als we dat kunnen. Als we het voor elkaar kunnen krijgen. Dat is natuurlijk ook nog de vraag. Hem kunnen we niet huren. Volgens mij heb ik dat al een keer geprobeerd. Dat wou niet. Douglas Costa, die was veel te duur. Mijn tv tripte me even. Ik heb zwart beeld. Ah, daar is het beeld weer terug. Oké. Ja, met Blind zijn we dus bezig. Ik laat het eventjes zo. En we gaan... Nou reageert mijn controle weer wel. Jongens, ik heb geen goed gevoel met de problemen die ik nu tot nu toe heb. Mijn tv die wegvalt en mijn controller die niks doet of niet reageert. Kon ik aan de game liggen van de controller, maar mijn tv moet wel normaal doen. Oké, we hebben in ieder geval een tegen St. Johnson, denk ik. Dat is St. Johnston, trouwens. Een kwalificatiewedstrijd voor de Europa League. Ik ga dus wel met mijn basisspelers voetballen. Sivkovic, Fischer, Sinkgraven, El Ghazi. Gewoon de standaard namen. Ik ga misschien wel even kijken of ik mijn dingetjes anders moet doen. Van der Vaart kan ik in principe wel een keer meenemen anders. Zal ik dat doen? Zal ik hem een plezier doen? Weet je wel, ik ga hem een keertje laten spelen zelfs. Daar hebben we Van der Vaart. We nemen wel dingen Sinkgraven gewoon mee. Voor... Nou, weet je wat, we geven hem wel rust dan een keer. Dan doen we verder. Verder laat ik het denk ik wel zo. We hebben Van Damme. We hebben... Ja, Broil is dus geblesseerd. Godsamme. Veldman, hoor jij niet in de basis? Veldman van... Oh nee, we hebben Van Dijk gekocht en we hebben Zuma. Oké, dat klopt zo wel. Dit is prima. Ja. Nee, trouwens. Ik vraag me af. Ik vind dat mijn dinges... Mijn spelers... nooit... hoe zeg je dat? Nooit echt goed aanvallen. Dus ik ga kijken of ik een eigen ding kan inzetten. Dit is dus de standaard ding van Ajax. Ik wil wat meer snelheid... Ik ga gewoon maar proberen. Ik zit hier normaal gesproken nooit aan. Misschien moet ik dat juist wel doen. Kansen creëren. Doen we schieten gewoon wat hoger. Wat is dit? Georganiseerd. Vrije vorm. Bewegingsvrijheid op de speelhelft van de tegenstander. Vrije vorm. Ja, wat is het verschil tussen beide dan? Ik doe vrije vorm gewoon. Waarom ook niet? Schieten. Voorzetten mag wel minder. Want we hebben toch geen grote spits.
wat meer pasen. Opbouwen mag ook wel iets meer pasen. Zo. Bewegingsvrijheid op eigen speelhelft is georganiseerd. De verdediging. Dat mag sowieso wel gewoon veel druk. Waarom ook niet? Agressie doen we ook een tikje omhoog. En breedte team doen we zo. Lijn van degen bij het spel. Dat wordt afdekken. Ik probeer het gewoon. Is zo, weet je. Gewoon. Ik probeer het gewoon. We zien wel of het werkt. Misschien werkt het helemaal niet. Dan ga ik naar de grond in. Maar wie niet waagt, wie niet wint. We gaan in ieder geval de kwalificatiewedstrijd doen tegen St. Johnston, denk ik dat het team heet. John Stone, ook goed. Ook goed. Ik ken ze totaal niet. Van Damme is aanvoerder. Nee. Nee. Dat had ik al moeten wijzigen. Nou ga ik dat ook wijzigen. Even kijken. Rollen aanvoerder. Wie zullen we aanvoerder maken überhaupt? Ik heb niet echt een aanvoerderstypje nou erin staan, al zei ik het zelf. Ik maak voor tijdelijk denk ik mijn keeper maar de aanvoerder. Of Anita of zo. Als we blind halen, wordt blind aanvoerder. Maar voor nu doe ik tijdelijk gewoon de keeper. Ik ken hier een aanvoerderstype speler nu. Het zijn voornamelijk jonge spelers. Anita zou misschien kunnen. I don't know. Maar goed, dat zien we vanzelf al. Nou gaan we echt spelen. Ha! Let's go! Oké, daar gaan we. St. Johnston. Denk ik. En? St. Johnston. Wel Johnston. Oké. In ieder geval. We skippen dit. Ik ken de tegenstander niet. Virgil van Dijk. Staat erbij. En we gaan beginnen. Hoe mijn team tot nu toe speelt is niet goed. We hebben hier een vrije trap tegen. Ik aanval totaal niet lekker. Ik verlies heel gauw bal als we ook maar op andermans speelhelft komen. We hebben in ieder geval daar geen tegengoal gekregen. Daar ben ik in ieder geval blij om. Kijk dan, Fischer die niet eens in kwam lopen. Hij stapte gewoon terug. Ik moet hem forceren met een diepe paas om te komen. Daar ben ik niet zo blij mee. Nou kan ik niks anders dan voorzetten. En dat wordt gewoon uitverdedigd. Wat is daar de overtreding? Mag ik dat weten, scheids? Volgens mij had ik daar prima de bal veroverd anders. Kijk, zelfs de verdediging gaat niet goed daar. Ik rende langs de man heen met Zuma. Ik pakte de bal, ik rende gewoon zelf langs hem heen. Oh mijn god, lekker aangenomen daar ook Sivkovic. Sprint even een halve meter terug. El Ghazi op de vleugel. Ik ga gewoon naar binnen toe. Naar binnen. Schiet maar jongen, schiet maar. Oh mijn god. Waarom ramt hij dat zo hoog? Kijk hoe dit... Zo'n uitgelegen kant. Ja, ik moet geplaatst schot doen, dat ook. En dat vergeet ik iedere keer zelf. Dus het ligt ook wel voor een deel aan mij, eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Maar, wat een pech. Wat balen. Hier komen hun en dat was uit, toch? Nee! Nee, ik wist het! Toen ik die knop indrukte, altijd! Ik zal ook eens een keer geen penalty tegenkrijgen. Oh, ik had die knop niet moeten indrukken. Weer maak ik een blunder. Nou, tel doelpunt maar vast, want Silas en penalties redden, dat gaat hem niet worden. Dan is die ziek. Oh, krijg nou de tyfus! Die had ik niet verwacht. Lekker Sillissen. Je redt gewoon een penalty. Nou, hebben we een corner tegen. Kunnen we dit ook... kunnen we hier nog levend uitkomen? Goed Sillissen. Goeie wedstrijd bezig tot nu toe. Man of the match. Puur door die penalty. Uh-oh. Daar zijn hun in de aanval. De bal komt voor. Dat wordt niet goed verdedigd daar. Ik zag het aankomen. Hoe Jelle van Damme daar stond gepositioneerd, daar kon die bal gewoon weggeven in principe. Ik forceerde hem nog wel voor de man te komen, maar het was te laat. Simpelweg te laat. 1-0 achter, net voor rust. Ik denk dat we dag kunnen zeggen tegen Europees voetbal, want hoe we spelen, hoe ik speel... Nee, wordt hem niet.
a couple of minutes to repair the damage. Oh, goede pas. Oh, we maken gewoon opeens een gelijkmaker. Ik denk, ik pik gewoon een beetje rond en opeens komen we erdoor. En dan schiet Sivkovic hier de gelijkmaker binnen. Misschien is het dus nog niet verloren. Maar ik wil eigenlijk wel winnen in eigen huis. Dus als we het nog een keer kunnen doen. Maar kijk hoe langzaam die opbouw eigenlijk ging. Niemand loopt zich vrij. Ja, ik forceer het een bel. Oh, schiet ook nog eens even tussen de benen door. Doe maar, jongen. Doe maar. Kom, geef hem snel mee. Ik wou zeggen, El Ghazi is er gewoon helemaal bij. Ik moet hem voorzetten. Er staat in principe niemand. Dan heb ik hier Anita. Haal hem snel uit. Dat is een slap schot. El Ghazi. Kan ik ver komen? Nee, totaal niet. Oh, Sivkovic pakt hem over. Speelt hem door naar El Ghazi. El Ghazi. Ik paas hem af. Ik kom hier. Dat is dan toch ook een penalty? Als ik een penalty tegenkrijg. Dit was nog veel feller. Rot op, scheids. Nee. Hoe? Ruimte daar voor die speler. Marcellus redt. Corner nu voor hun. En wij gaan wisselen. Milik komt erin voor Sivkovic. En Ola John erin voor Fischer. Ola John. Die ons de vorige keer natuurlijk de overwinning bracht. Hier moeten we... Wat? Wat gebeurt er van bullshit allemaal? Waarom kopte ik niet weg gewoon? Ja, gelijkspel tegen St. Johnston. Thuis. Slecht. We hadden moeten winnen. Maar goed, volgende keer beter. Gaan even kijken of we nieuwe spelers kunnen binnenhalen. Die realistische transfers over... Of realistisch gesproken. Ik zag zo'n discussie gaan in de reacties. Dat mijn career mode niet realistisch... Klopt trouwens. Mijn career mode is niet realistisch. Ik start altijd een career mode om het realistisch te houden. Maar naarmate die transferperiode starten wil ik altijd spelers kopen om mijn team te beteren. Ik weet niet. Slechte eigenschap van mij of zo. Denk ik. Contract aanbod afgewezen. Ik woon hier met veel plezier, maar ik sluit niets uit. Herzien alsjeblieft het aanbod. Oké. Ik ga voor... Blind gaan we iets proberen. Gewoon, waarom ook niet. 110.000, 15%. 3 jaar. Cruciale speler is het niet. We proberen het gewoon zo. Huh? Waarom ook niet. Het is geloof ik een spelersrol. Of hebben we er ook geld bij gesmeten. I don't know. Nou, 10 miljoen voor Van der Wiel. Maar Van der Wiel, dat is nog iets. Zijn contract loopt als het goed is af. Dat zag ik staan. Hij heeft nog 1 seizoen contract. Dus wil ik eigenlijk transfervrij gaan aantekenen. In de volgende transferperiode. Wie Doumbia speelde maar net bij de club. Dat is jammer. Eminike werd ook over gereageerd. En wie? Ik maak me zorgen. Oh, houd toch op. Jij moet ook ophouden van de vaart. Dan ga ik dus een bot doen op Moussa. Nee, wacht. Daar heb ik toch ook al een bot op gedaan. Ik moet gewoon even wachten op reacties, joh. There we go. Deadline. Oh. Oh ja, ik ben nog bondscoach. Helemaal vergeten. We hebben hier... Een bot uitlening, klopt. Hij mag van mij wel weg. We hebben Nabri, we hebben El Ghazi, we hebben Bilal niet nodig. Dus die lenen we even uit, waarom ook niet. Oké. Verder gaan we zo te zien dan weer naar Willem II toe. En dan hebben we nog steeds geen nieuwe spits tot nu toe. Transferbod onacceptabel. Willen... 11.5. Ik ga wel iets omhoog. Waarom ook niet? Ik ga naar 9. 9 miljoen. Moet ook kunnen, denk ik. Hup. Speler verkocht, speler verkocht. Was de tabel 8. Was het de vorige keer niet 8? Stelletje maagleiers. Nou ja, weet je, dan bied ik nu gewoon 8. Waarom ook niet? 8 miljoen voor ETO. En dan zijn we bij Willem 2. Ik ga nog een keer dingetje doen aan die... hier komt gewoon weer Sinkgraven te staan. We hebben Sinkgraven gehaald. Dan gaat hij ook spelen ook. Fuck you van de vaart. Even zien. Ik zet Ola John een keer. Ik ga Ola John gewoon de basis geven. Hij speelt vaak goed. Dus waarom ook niet. Sinkgraven El Ghazi. Tienmans Anita van Rijn van Dijk Zuma. We hebben niet veel van het echte Ajax over op zich. Hè? Ja, op de bank misschien nog wel met viergever Tenzil. Van de Hoorn. Op zich hier nog wel. Maar. Ja. Whatever. Zoals ik al zei. Ik hou mijn carrière modus geen 1. Ik start ze met de prioriteit van houd realistisch. En na 1 seizoen. Baf. Weet je. Zo'n dikke verandering. Het slaat helemaal nergens op. Ik ga mijn eigen tactiek weer iets doen. Iets veranderen. Waarom ook niet. Oh ja. Dan moet ik vierkantje doen.
Opbouwen mag wel met wat meer snelheid, waarom ook niet. We doen iets meer passes erin op 45. Plaatsing op eigen helft en middenhelft. Ik doe gewoon vrije vorm op alles. Waarom ook niet? Gewoon eens proberen. Ik ben gewoon aan het experimenteren, want dingen werken niet zoals het gaat. Ik zet dit gewoon op 60. Voorzet doe ik iets minder. Druk, agressie, breedte team. Hoezeer je team richting de bal speelt. Ik zet dit iets lager dan, denk ik. Of. Ik weet het niet. Agressie. Hiermee bepaal je de manier waarop je team spelers in balbezit aanpakt. Zet ik iets hoger. Druk zetten we ook iets hoger. En dit doen we dan gewoon nog afdekken. Oké. Geen idee of die shit gaat werken. Zoals ik zei, normaal kom ik er niet eens aan. Ik ga normaal gesproken altijd met standaard gedoe van het team. Maar ja, ik moet toch dingen proberen. Zo te zien is Zoe. Luc de Jong heeft alweer 2 goals. Hoes heeft 2 goals. Wij staan niet eens bij. Oh jawel, Ola John met eentje. Nou goed, we gaan nu tegen Willem 2. Moeten we toch kunnen winnen, denk ik. Let's go. Willem 2. We spelen tegen Willem 2. Oké, even kappen met dat lompe zingen, wat nergens op slaat. Anita, goed de bal veroverd, jongen. We zijn in ieder geval begonnen en we geven hier een hele lompe, slechte paas. Maar we houden nog balbezit. Oh, schiet! Oh, corner. Was dat Anita? Volgens mij was dat Anita. We gaan in ieder geval de corner nemen. Ola John staat hier klaar. Die heb ik in de basis gezet. Ik weet niet waarom die... Oh! Was dat geen goal? Kom op, waar is die goaltechniek als je het nodig hebt? Ik wil de 1-0 hebben, joh. Nee, kop hem weg. Hier, Tielemans, win het duel. Nee, tuurlijk niet. Oh! Wat? Ja, joh! Ja joh, ik kan gewoon nooit de nul houden in FIFA. Ik kan nooit de nul houden. En wat voor goal is het ook gewoon? Ja, een hele mooie goal. Vooral voor een team als Willem 2. Maar hoe het gaat altijd. Zo lomp. Ah kijk, mooi. Hé, en zo staan we direct 1-1. Hoppakee. Dat duurde niet lang. Even trouwens in de rewind. Valt het jullie ook op dat altijd als ik een tegengoal krijg. En dan weet ik altijd goed aan te vallen voor een gelijkmaker. En daarna zak ik weer in. Dat lijkt tot nu toe echt iedere wedstrijd te gebeuren die ik speel. Een heel apart probleem in mijn leven. Maar ja. Anita met de 1-1. De gelijkmaker. Hopelijk kunnen we nog winnen. Wauw. Oh no, kom op. Goed uitgekomen, keep. Dan zet je toch je tegenstander mee onder druk. Sinkgraven, wordt neergehaald. What the fuck? Wat moet er gebeuren om eens een keer een vrije trap mee te krijgen de laatste tijd? Ik bedoel, ik krijg ze wel eens mee. Het is niet dat ik het nooit krijg, maar deze afgelopen 2 wedstrijden... Nee. Ik voel dat er weer iets doms gaat gebeuren. Gelukkig, Sillissen redt weer. Waarom heb ik het zo zwaar tegen Willem 2, jongens? Omdat ik slecht ben in FIFA. Laten we daar maar op houden. Kijk, daar sta ik weer eens een keer in de baan van de voorzet. We hebben geen balbezit. Dat heeft nog steeds Willem 2. Tuurlijk, we maken een keer een fatsoenlijke tackle op de bal. Direct bal uit. Oh, Milik. Slechte paas van Fischer. Tenminste, ik denk dat dat Fischer was. In ieder geval rust, 1-1. Weer. Oh nee, wacht. Vorige wedstrijd was 1-0 achter in de rust. We gaan in ieder geval door naar de tweede helft. Daar zijn we, weer op de vleugel. Dit keer ga ik maar naar binnen. Wordt er bijna neergehaald. En die scheids, die negeert alles wat tegen mij wordt gedaan. Kijk, ik hoef maar een schouderduwtje te doen en hij wil bijna... We gaan fluiten, maar het is dat team naar voren. Kijk het gat hier. Ja, het is dat hij gelukkig mist. Oeh,
Zijn we weer. Kom weer de voorzet. Serrero. Veel te klein. Tielemans. Pas hem af. Oeh. Nabri op de vleugel weer. Ik ga hem niet voorzetten. Ik weiger weer te voor. Ik kan niet anders dan voorzetten, man. Die verdediging staat als een huis. Daar is Milik. Kom. What the fuck? Dat is niet eens op doel. Oh mijn god. En we krijgen een vrije trap tegen. What the fuck? Bal van Nabri Milik. Je moet hem inhouden. Geef hem ook maar in één keer voor. Daar staat ze. Bijna. Kleine man Serrero. Ik heb geen spelers om voor te zetten. En toch doe ik het iedere keer weer. En het volgende gelijkspel is ook weer een feit. Weer gelijk. Weer. Mijn spelers, jongen, ze wegen onze stijl houten planken soms. Dat gevoel heb ik soms een beetje, maar ja. Pech, het is niet anders, kan niet alles winnen. Wij spelen alles gelijk, hè? Je kan je ook een seizoen mee spelen. Woe! Oh, kijk al die berichten, Torres. Kijk al die berichten. Wat is dit? Persconferentie, transferaanbieding op Meller. Ja, die lenen we inderdaad uit. Houdoe. Oké, dat is dat. Onacceptabel. En we willen per se 11,5 miljoen. Oh, scheisse. Oh, damn. 15 miljoen en dinges. En Van der Vaart voor Daily Blind. En ik ga het gewoon doen ook. Ik wil Daily. We hebben Daily Blind terug naar Ajax. Hoppakee. Everton gaat met 8 miljoen akkoord voor Eto'o. Ik vind het... Eigenlijk wil ik toch al... Weet je wat, we doen het wel gewoon. We doen een bot uit. 1 jaar maar. Oh ja, zwaar ook. We doen niet specificeren. We doen gewoon zo, up. Even kijken, ondanks deze gast. Ik twijfel namelijk heel erg. Ik ga weer omhoog, dat wel. Met 10 miljoen nu dus. 10,5, dus 1 miljoen minder. Kan ik steeds betalen. Maar wie moet ik dan halen? Moussa of Eto'o? Oh, een van de twee gaat het dus worden waarschijnlijk. Wie zou ik dan halen? I don't know. Allebei lekker realistisch ook, toch? Blind ook. Ho. Veel vraagtekens overeenkomen geslagen. Is Blind. Ja, nou en. Ik heb hem nodig. Keihard nodig zelfs. Ik sluit hier bij deze video af. Lekker weer gelijkspel, jongen. Oh. Yes! Wat hou ik daar niet van. Ik zeg, vond je dit leuk? Like het en deel het. Ik bedank jullie sowieso voor het kijken en voor al jullie steun. Laat tips achter. Moet ik terug naar professioneel en op 4 minuten misschien? I don't know. Misschien wordt het dan wat leuker. Dan win ik misschien ook weer. Ik zou zeggen, laat al die zooi achter. En ik check jullie bij de volgende video weer. Tot dan. Laters.